Politieke Unie. What's in the name? Ik zou het niet weten. Ik ben zeer benieuwd wat de politici daarvan denken. Gerrit Schouw, kunt u kort uitleggen wat D66 verstaat onder een politieke unie? En ik ga even op zoek naar de definities om in ieder geval over hetzelfde te debatteren vandaag. Nou, als de lector het al niet uit kan leggen. Ja, maar u staat hier om het volk uit te leggen. Ja, maar dat ga ik u dus ook vertellen. Ik heb het dus ook veel liever over een democratische unie. Want dat is de stap die we met elkaar moeten maken. Europees parlement, meer bevoegdheden, Europese lijsten, een direct gekozen Europese president, het in elkaar schuiven van de functies van Barroso en Van Rompuy. Meneer Bontes, u bent daar geen voorstander van, uw partij niet. Maar is dat ook hetgene waar u zo tegen bent? Deze definitie, hebben we het vandaag over hetzelfde als u zegt politieke unie, democratische unie, deze componenten? Onze beleving is dat een Europese regering, ja, die Europa bestuurt, mm-hmm, en die gesteld is boven de nationale overheden. Mm-hmm. En dat is het doemscenario en daar moeten we tegen vechten. Zou de PVV dat nou willen terugdraaien? Want dat vraag ik me wel eens af. Bijvoorbeeld het oprollen, om het maar heel praktisch te houden, van kinderporno-netwerken. Ja. Dat doen we in Europees verband en dat doen we buitengewoon succesvol, want dat gaat over de grenzen heen. Ja. Zegt nou de PVV, dat moeten we niet meer doen. Wat de Europese Commissie wil, is alles organiseren en coördineren op Europees niveau. Ja. Die hebben het nu al over een Europese rampenbestrijding. Die hebben het nu al over een openbaar aanklager. Die willen ook het strafrecht verder uitbouwen. Ja. Dus wij zeggen, tuurlijk kun je samenwerken op het gebied van kinderporno om dat te bestrijden. Doe dat bilateraal. Maar die Europese Commissie, die als een soort paraplu overal overheen wil hangen. Ik snap het verzet niet van de PVV we leveren het te veel in. We hadden al. Als het aan de heer Schouw ligt en aan D66 ligt, dan gaat Nederland losbruisend op in de EU. Dan is Nederland niet meer. Het wordt bruisend, lossen we op en dat vinden ze helemaal geen probleem. Bent u het eens met die kwalificatie, meneer Schouw? Nou, niet helemaal. Nou, oké. Dat is... En dat is een understatement. Kijk, er zijn heel veel praktische dingen waarop je kan samenwerken. We hebben het al gehad over misdaadbestrijding. Ja. Punt van gezondheidszorg kan heel veel gebeuren. Milieu, energie, eigenlijk een beetje negatief geformuleerd. Alle nadelige effecten van mondialisering, ja, kan je maar op één niveau aanpakken. Okay. Europa zou een veel meer offensieve strategie kunnen hebben. En dat moet je gezamenlijk doen. Dat kan je niet achter de dijk alleen in Nederland. Mijn bezwaar zit hier tegen. Ja.